staan hier bij de Galenkoppenbrug. Dus de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van Utrecht. En we renoveren de Galenkoppenbrug namens Rijkswaterstaat. Daar zijn we in 2013 mee begonnen. En daar gaan we mee door tot in 2015. Eind 2015 is die klaar. We gaan de brug enorm versterken. Dat doen we uiteindelijk ook bovenop de brug. Maar om dat te kunnen doen, beginnen we onderaan de brug met het maken van een compleet nieuwe fundering. En daar zijn we op dit moment mee bezig. Nou, we staan nu bijna onder de Galenkoppenbrug. Achter mij zie je de huidige brug op pijlers rusten. Nou, om de brug te verstevigen gaan we ook nieuwe pijlers erbij bouwen, waar de nieuwe brug straks ook op komt te dragen. En die pijlers die rusten weer op een grote hoeveelheid palen die tot bijna 32 meter de grond in gaan. Op dit moment zie je achter mij dat een van die palen de grond in wordt gedraaid. Nou, hier ligt een van de stalen palen die we de grond in gaan plaatsen. Of beter gezegd, een van de segmenten, want we brengen ze gesegmenteerd de grond in. Nou, je ziet het niet, maar de paal is hol van binnen. Dus als hij eenmaal de grond in zit, gaan we hem vullen met beton. En als dat is uitgehard, dan kan daar de nieuwe pijler op worden geplaatst. In totaal hebben we meer dan 200 van dit soort palen die de grond in gaan. En daarmee bouwen we stap voor stap aan een nieuwe gerenoveerde Galenkoppenbrug.